uitnodigen. Welkom op mijn YouTube kanaal en leuk dat je deze video gevonden hebt. Mogelijk heb je meer van mijn video's gezien en daarin valt op dat ik eigenlijk zelden of nooit praat in video's. Komt vooral ook omdat ik vrijwel altijd alleen vis en jezelf praten is toch wel een beetje vreemd. Als je mijn video's hebt gezien, dan valt waarschijnlijk op dat ik wat afwijk van de traditionele manier van vliegvissen op snoek. En mensen die daar gedetailleerd naar kijken, sturen me dan ook regelmatig vragen. En vragen over mijn manier van vissen, die zoals gezegd afwijkend is. En ik ben regelmatig flink wat tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen over het hoe, wat en waarom. En daarom heb ik besloten uiteindelijk maar deze video te maken, waarin ik ga proberen uit te leggen hoe ik tot deze manier van vliegvissen ben gekomen. Voorop wil ik aangeven dat ik niet het idee heb of niet de suggestie wil wekken dat mijn manier van vissen anders, maar vooral beter zou zijn als de traditionele manier van vliegvissen. Dat is absoluut niet het geval. Maar het is wel een manier die ik heb ontwikkeld op basis van mijn ervaring en die mij dan uiteindelijk ook het meeste resultaat oplevert. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik net als de meeste vliegvissers op de traditionele manier ben begonnen met een licht hengeltje met een viertje of een drietje met standaard een drijvend lijntje op ruisvoeren en dat was hartstikke leuk, maar dat smaakte toch naar meer en ik heb eigenlijk altijd de uitdaging gezien in zo groot mogelijke vissen vangen en daarom ben ik snel anders gaan vissen en met name op snoek. Ja, ik ben uiteindelijk gestart met het vissen van de kant af en dan weet je, als je je omgeving een klein beetje kent, wel de stekjes waar je zou moeten zijn. En een jaar of 10 geleden, of misschien wel 12, 13 jaar geleden toen ik startte, toen kwam je zelden of nooit een vliegvisser op snoek tegen langs de waterkant. En alles wat je anders doet als een ander is al snel dressuur doorbrekend. En de eerste keren dat ik dan ook met de vlieghengel van de kant af op snoek viste, was een daverend succes. Uiteindelijk, overal waar ik kwam, ving ik gewoon leuk snoek. Het was natuurlijk vaak als je van de kant af vis, relatief ondiep water, polderwater. En daar moet je niet rekenen op het vangen van hele grote vissen. Die zijn er natuurlijk wel, dat zijn de uitzonderingen. Maar de gemiddelde lengte van snoeken in de polder is ergens tussen de 50 en de 70 centimeter. Maar het lukte me dan makkelijk om op een ochtend of op een middag, bij het bezoeken van 2 of 3 stekjes, een stuk of 6, 7 snoeken te vangen. En dat was hartstikke leuk. Maar er kwam een tijd dat ik uitkeek naar het weekend. En dat ik dan in de herfst en in de winter in het weekend naar de stekken reed die ik in gedachten had. En steeds vaker stelde ik vast dat er intensief gevist werd. Vooral natuurlijk met kunsthaas. Maar er kwamen ook steeds meer mensen die met vlieghengels langs de waterkant op snoek begonnen te vissen. En het werd moeilijker en moeilijker om vis te vangen. Dus uiteindelijk heb ik toen besloten om een bellybootje te kopen. En daarmee op stekken te kunnen komen waar je eigenlijk van de kant af nooit bij zou kunnen komen. En dat zijn over het algemeen toch de betere stekken. Dus ik, vanuit mijn bellybootje veranderde ik eigenlijk weinig aan de manier van vissen. Ik had een 8-hengel destijds, een AFMA 8-hengel. En ik flipperde naar een plekje toe waar ik het idee had van hier moeten ze liggen. En dan begon ik te casten en te strippen. En dat leverde natuurlijk ook snoek op. Dat was ook weer op relatief ondiep water. Van pak een beet ruwweg tussen 1 en 2 meter diep. En best succesvol. Maar het was ook wel vermoeiend om, ik ben dan toch gewend als ik een dag ga vissen om dan er ook wel een uur of 8 of 9 op het water te zitten. En 8 of 9 uur casten, dan moet je toch tussendoor
wel even bijkomen regelmatig. Wat ik eigenlijk deed met mijn bellybootje was het bevissen van zogenaamde hotspots. En tussendoor flipperde ik dan van de ene naar de andere plek. Nou, heel de dag door flipperen en het casten is best wel vermoeiend. Maar het allerbelangrijkste wat me opviel is dat ik, als ik aan het verplaatsen was van de ene naar de andere stek, dan liet ik die streamer achter de boot, achter de bellyboot, drijven of eigenlijk slepen. En regelmatig dook er dan toch een snoek op. En wat me eigenlijk opviel is dat ik soms moeite had om één of twee snoeken op een plek te vangen. En het verplaatsen van de ene naar de andere plek leverde soms meer op dan het, noem het maar, statisch op één plek blijven casten. Daar ga je dan over nadenken, want uiteindelijk ga ik toch vissen om aanbeten te krijgen, om snoek te vangen. En het viel me op dat met het verplaatsen, dus eigenlijk met het slepen van die streamer achter die bellyboot, de meeste aanbeten kwamen. Toen heb ik eens zitten kijken hoe ik eigenlijk dat die manier van slepen wat zou kunnen verfijnen, hè, om eigenlijk meer gericht slepend te gaan vissen. Ja, punt is natuurlijk, als je altijd op relatief ondiep water vis, zeg 1 meter, 1 meter 50 diep, dan is dat slepen niet zo heel erg moeilijk. Hè? Want als je met een bellybootje en je flippers gaat flipperen op een rustige manier, dan zal je snelheid ergens tussen de 1 en de 1,3 kilometer per uur liggen. En die streamer die zal dan op zo'n diepte van pak een beet een meter diep achter die bellyboot blijven hangen, tenminste een onverzwaarde streamer. En dat gaat uitstekend op dat relatief ondiepe water. Maar zo langzamerhand wilde ik ook wel eens wat groter water gaan proberen. En dan kom je aan andere dieptes, zijn de omstandigheden anders. Het is vaak stromend water. En om eigenlijk het succes van dat slepend vissen te kunnen vertalen naar groter water, heb ik de manier van vissen aangepast. Want als je een standaard traditionele manier van vliegvissen op snoek op ondiep water hanteert, dan zal je een drijvende lijn kiezen in combinatie met een leader van een lengte ergens tussen de 1 meter en de 1 meter 60, 1 meter 70. Maar op het moment dat je met een zekere snelheid gaat flipperen, dan zal die streamer een klein beetje omhoog komen. En als je een leader hebt met een drijvende lijn, met een leader van, laten we zeggen, 1 meter 50, dan zal die streamer niet veel dieper komen als een meter diep. Dus ben ik naar wat groter water toegegaan en heb ik eigenlijk die manier van slepend vissen met een drijvende lijn veranderd, zodat ik ook de mogelijkheid heb om dieper water te gaan vissen. En het allerbelangrijkste wat je ook in mijn video's kunt vaststellen is dat ik gebruik maak nog steeds van die drijvende lijn. Het enige verschil wat ik hanteer is dat daar waar je normaal gesproken een leaderlengte hebt van pak een beet 1 of 1,5 meter, dan is dit ineens een lengte geworden van hier ongeveer 4,5 meter, 4 meter 75. En wat het effect daarvan is, en dat is volgens mij ook het succes van deze manier van vissen, is dat als ik naar een diepte ga van pak een beet 2 meter 50 en in de omgeving waar ik vis is 2 meter 50, zowel in de zomermaanden iets ondieper 2 meter 20, 2 meter, maar in de wintermaanden 2 meter 50 tot zo'n 2 meter 70, daar liggen de taluds, daar liggen over het algemeen ook de meeste snoeken. En zeker op de taluds waar je van relatief ondiep naar vrij diep water gaat, is zeg maar 2 meter 60, 2 meter 70 een hartstikke mooie diepte om te kunnen vissen. Maar met die kortere leaderlengte en die drijvende lijn kom ik dan niet veel dieper als zeg maar 1 meter, 1 meter 20. Dus ik heb die leader verlengd naar ongeveer 4,5 meter, pak een beet 1 meter 50 dieper als het water waar je op vis, of eigenlijk de diepte waar je je streamer wil hebben. En die 1 meter 50 heb je nodig om die schuinte die je gaat krijgen van je streamer af naar je drijvende lijn die op het water drijft, te kunnen overbruggen en toch op die diepte te kunnen blijven vissen. En volgens mij zit daar een belangrijk verschil
waarmee je eigenlijk ook de actie van je streamer fantastisch kan beïnvloeden. Op het moment dat je op zo'n diepte zit van 2,5 meter diep en mijn drijvende lijn, waar ik met rukjes een beweging maak die uiteindelijk die streamer omhoog pusht en laat ik hem los, dan duikt hij weer naar beneden. En ik heb gemerkt op ondieper water dat met name die beweging, die stijg-duikbeweging, het meest irritant is voor een snoek. En die, zelfs als die slecht aast, is het nog zo dat die snoek er zo door geïrriteerd raakt, dat hij hem heel vaak puur uit agressie nog pakt. Dus drijvende lijn, langere leader, streamer die je wanneer je aan die lijn een korte ruk geeft, dan zal die stijgen. En op het moment dat je hem, die stijgt omdat hij naar de oppervlakte toe wil, en laat hem los, geef je hem weer een spanning mee, dan duikt hij. En dat is ook de manier die jullie, als je in mijn video's kijkt, zal opvallen. En dat is ook de reden dat ik heel veel vragen krijg van mensen over, ja, ik zie eigenlijk een rare combinatie van lijn en leaderlengte. Wat meestal gedaan wordt als je dieper wil vissen is, oppervlaktewater en relatief ondiep is natuurlijk een drijvende lijn. Vervolgens kun je gaan naar een intermediate lijn. En je kunt uiteindelijk ook met een zekere diepte gaan naar een zinkende lijn. En dan in diverse gradaties, waardoor die sneller en dieper zinkt of wat ondieper blijft. Maar het nadeel daarvan is wel dat die lijn eigenlijk vrijwel in het verlengde van je streamer komt. En die streamer eigenlijk alleen maar deze beweging maakt. En juist die actie, die stijgende actie en die duikende actie, is volgens mij de sleutel van het succes. Uiteindelijk is die theorie fantastisch zolang het water stilstaat. Hè? Want ik kan met mijn flippers een snelheid halen van pak een beet, nou, als ik flink doorflipper, 1,7 km per uur. Maar meestal ligt dat zo rond de 1,2, 1,3 km per uur. Maar het stroomt ook wel. Hè? En op het moment dat het begint te stromen, heb je stroming mee. Dan wordt die streamer en die lijn eigenlijk steeds meer naar beneden gedrukt. Dus dan zal je sneller moeten varen en dat lukt ook makkelijk, omdat wanneer het meestroomt, met dezelfde intensiteit van flipperen, je snelheid al snel oploopt boven de 2 km per uur. Nou, dat is een gevoel als je dit wil gaan proberen, wat je zal moeten leren en een beetje moet aftasten. En uiteindelijk merk je als je te langzaam vaart, dat die streamer steeds de bodem begint te raken. Dus met de stroom mee is nooit zo'n probleem. Dat is alleen maar een kwestie van je snelheid aanpassen. Tegen de stroom in wordt een ander verhaal, omdat je tegen de stroom in het probleem krijgt dat jouw lange leaderlengte, die is wel relatief dun, die leader, want ik vis met een fluorocarbon leader van 40 honderdste en dat is heel wat minder als dat je de dikte zou hebben van bijvoorbeeld een zinklijn. Maar goed, uiteindelijk krijg je wel dat ook die lange leaderlengte, die pakt behoorlijk wat stroming op. En die, waar je normaal gesproken op een diepte van pak een beet 2,50 meter zou zitten, kom je ineens op een diepte van 1,50 meter. En in helder water komt de snoek het dan nog wel halen, want die ziet dat uiteindelijk wel voorbij gaan en die voelt wel wat trilling. Maar ik heb wel gemerkt dat diepte, de juiste dieptevis, een van de belangrijkste factoren is om succesvol te kunnen zijn. Nou, wat ik doe op het moment dat ik merk dat ik te veel stroming tegenkrijg, dan zal ik wat verzwaren. En dat verzwaren, dat kan op allerlei manieren. Maar ik kies er dan voor om die verzwaring te doen met een klein stukje bladlood. En ik zou liever loodvrij willen vissen, maar dat is gewoon heel lastig, omdat er voor bladlood niet echt een goed alternatief is. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik kies ervoor om coneheads te gaan gebruiken of alle soorten gewichtjes die je over je lijn heen kan schuiven met een centraal gat. Maar het nadeel daarvan is dat het tijd kost om die te bevestigen. En wat je heel vaak hebt is als je aan het vissen bent en je krijgt een aanbeet die je mist, dan heb ik de neiging om terug te gaan over diezelfde plek en er een aantal keren heen en weer over te slepen. En als je dan elke keer het gewichtje wat je hebt eraf moet halen en er weer op moet zetten, dan is dat gewoon eigenlijk niet te doen. En met een klein stukje bladlood, wat je zo op het formaat kan afscheuren wat je wil, en wat je dan vervolgens net boven je streamer op je staaldraadje monteert,
is dat heel snel te wisselen en kun je daarmee ook heel snel de diepte aanpassen. En nog een heel belangrijk voordeel van bladlood is dat we weten allemaal dat zware metalen zoals lood behoorlijk milieu-onvriendelijk zijn. Maar zou je simpelweg kiezen om met knijplootjes te gaan vissen of iets dergelijks, ja, dan zul je merken dat je die gewoon heel regelmatig van je lijn afslaan. Hè? Of tijdens een drill dat ze eraf gaan. Ja, ben je ze kwijt, op zich niet erg, maar ja, het komt wel in het milieu terecht. Kies je voor een stukje bladlood wat je eromheen rolt, raak je nooit meer kwijt. En ik heb eigenlijk altijd, wanneer ik aan het vissen ben, in mijn vest wat ik aan heb, een paar kleine stukjes bladlood van verschillende afmetingen zitten die ik heel snel erop en heel snel eraf kan halen. He, waardoor ik, wanneer ik bijvoorbeeld tegen de stroom in over een stek heen vis en ik krijg een stoot op die streamer, maar die snoep die gaat niet door. Ja, ik wil hem dan toch hebben, dus dan vaar ik terug, haal ik het bladloodje eraf, vaar ik met de stroom mee terug, probeer ik hem opnieuw te triggeren. Maar heel vaak zie je dat ze maar in één richting pakken. Dat betekent, als je hem tegen de stroom in erop gehaald hebt, zie je vaak dat als je opnieuw tegen hetzelfde traject tegen de stroom in weer vist, dat hij het opnieuw pakt. En daarvoor is eigenlijk bladlood het meest ideale materiaal om heel snel te kunnen aanpassen op stroming en op diepte. Nou, dat is best een lang verhaal om eigenlijk iets heel simpels uit te leggen, maar het blijkt toch altijd dat ik er heel veel tekst voor nodig heb om het goed te kunnen vertellen. Maar ik zal het heel kort proberen samen te vatten. Traditionele manier van vliegvissen op snoek, laten we zeggen een achthengel, voor oppervlaktewater en relatief ondiep, een drijvende lijn in combinatie met een relatief korte leader van pak een beet 1,50 meter, nylon of fluorocarbon. En daar een streamer aan, maar daarmee bereik je alleen de relatief ondiep water of vissen die relatief ondiep liggen in de zomermaanden bijvoorbeeld. Ga je dieper, zal er snel gekozen worden voor een intermediate lijn met dezelfde leaderlengte. En wil je dan nog dieper gaan vissen, dan kies je voor een zinkende lijn in verschillende snelheden. En ook weer met een korte leader. Mijn manier van vissen is gebaseerd op ervaring die ik heb opgedaan in het slepen met een streamer achter de boot bij het verplaatsen, wat eigenlijk altijd snoek opleverde. En dan is de manier totaal anders. Ik zal straks iets vertellen, of mogelijk in mijn volgende video, over het materiaal wat ik gebruik. Het allerbelangrijkste is dus een drijvende lijn in combinatie met een hele lange leader. En dat levert een andere manier van vissen op, die, zoals jullie in mijn video's kan zien, best wel succesvol is. Nogmaals, ik denk niet dat mijn manier beter is als de traditionele manier. Het is anders en ik heb ook wel gemerkt dat als je anders vist als een traditionele manier, dat er een groep conservatieve vliegvissers is die dat heel moeilijk kan verkroppen of kan verteren. Men heeft toch het idee dat als je met streamers op snoekvis met een vliegengel, dat het eigenlijk zou moeten zoals het in het boekje staat. En daar ben ik helemaal niet op tegen. En als ik van de kant af vis, doe ik het ook nog steeds zo. Maar vis ik vanuit mijn bellybootje, dan is de manier met de lange leader slepend achter mijn bellyboot enorm succesvol voor mij in ieder geval. En wie weet is dat voor u ook wel zo. Ik ben ervan overtuigd dat als je dit gaat proberen, dat het verslavend is. En ik wens jullie daar heel veel succes mee. En het zou heel leuk zijn als ik bijvoorbeeld onder deze video wat reacties zou krijgen van jullie ervaring hiermee. En dan, wie weet komen we elkaar ooit aan de waterkant tegen. Bedankt voor jullie aandacht en mijn volgende video zal ik de materialen die ik hier op tafel heb uitgestald gaan bespreken, doornemen. En ook daar weer, niet dat ik denk dat ik het beter weet als een ander. Ik wil je alleen heel graag laten zien wat voor mij succesvol is. En wie weet is dat voor u ook wel zo. Dankjewel.